Op 10 minuten van Brussel kan men de natuur horen ademen. Het is in dit stukje paradijs dat het dierenpension Pinto nu al sinds 1973 is gevestigd. Het adres bij uitstek waar uw honden, katten, konijnen of vogels een net zo goede vakantie zullen hebben als uzelf. Aan de receptie wordt u samen met uw dier onthaald door een enthousiast en betrokken team. Elk dier is immers verschillend. Daarom maken we een identificatiefiche op om uw dier de best mogelijke zorgen te geven. Rekening houdend met zijn of haar persoonlijkheid en perfect afgestemd op uw verwachtingen. In onze bekommernis het verblijf van uw dier zo aangenaam mogelijk te maken, kozen we alleen het beste van het beste. Een picobello omgeving, permanent gezelschap, een evenwichtige voeding en een afwisselend programma. Dat zijn de belangrijkste kenmerken die van Pinto het ideale buitenverblijf maken voor uw huisdieren. De boksen zijn ondergebracht in verlichte paviljoenen, het hele jaar door verwarmd en meermaals per dag schoongemaakt en ontsmet. Elk paviljoen heeft een eigen speeltuin waar de honden 5 tot 6 keer per dag worden uitgelaten. De dieren zijn natuurlijk netjes per soort ingedeeld, maar ook naar grootte, waardoor ze gemakkelijker met elkaar kunnen samenleven. Pinto, dat is de beste garantie voor permanente hygiëne en veiligheid. Indien uw eigen veearts bij een probleem niet beschikbaar is, doet het team zo snel mogelijk een beroep op de veearts die aan het pensioen is verbonden om uw dier te verzorgen. Om goedkeuring te krijgen is het aantal bezoeken gereglementeerd door het ministerie. Het tehuis moet een veearts hebben die een vastgelegd aantal bezoeken doet. Bovendien belt het personeel van Pinto me indien nodig. Dus, buiten de legale en verplichte bezoeken, aarzelt Pinto nooit om me op te bellen. Pinto is erkend en beschikt over een ministeriële goedkeuring. Het is dus een huis van vertrouwen. Vertrek dus zorgeloos op vakantie. Uw dieren zijn hier in goede handen. Zo, ik hoop dat u genoten hebt van het bezoek. Het hele Pinto-team verwacht u, uw hond, uw kat of om het even welk huisdier. Tot binnenkort!